Ja, is weer maar zo positief met het laatste nieuws. In de Duitse stad Halle heeft een man geprobeerd een locomotief van een goederentrein te stelen. Het is een heel bijzonder verhaal, een opmerkelijk verhaal. De man van 21 brak afgelopen weekend in bij een loods van de Duitse baan. Daar klom hij in de cabine van een diesellocomotief. Of je er zomaar mee vandoor kan gaan, die zal ook echt niet opvallen met zo'n grote locomotief. En voor mij loopt het spoor altijd dood, om het zo te zeggen. Want ja, je zou kunnen zeggen van, ja, je neemt het ding mee, maar je moet toch met ergens met het ding naartoe. Je kan niet zeggen van, ik ga eens even binnen doorrijden of ik ga ermee de weg op. Maar er moet toch echt op het spoor plaatsvinden. Dus ja, er moet toch nog ergens, dat ding ergens neergezet worden. Dus, en waar moet je ermee naartoe en hoe ga je zo'n ding vervoeren, laat staan... ergens op een vrachtwagen plaatsen of een trailer of wat dan ook. Maar ja, hij heeft ook geprobeerd om die locomotief te starten. Hij werd uiteindelijk ontdekt door een medewerker van de Duitse spoorwegen. De politie heeft nog geen idee wat de man van plan was met de locomotief. Hij was niet onder invloed van alcohol, dat zou je eigenlijk normaal gesproken wel zeggen. Of drugs. De man zit vast voor huisvredebreuk. En het veroorzaken van gevaar op het spoor. Heel opmerkelijk nieuws. En ja, tjoek tjoek. En ja, de trein komt zo. Of de trein is te laat. De trein ja, rondje om de kerk. En in dit geval de trein is blijven steken. De locomotief is blijven steken op het spoor. En dat is ook eigenlijk maar goed, ook want die trein hoort gewoon op het spoor te staan en niet ergens een of andere halve zaal die dat ding meeneemt of denkt dat hij dat, die locomotief dat zware geval mee kan nemen. En tot de volgende keer. En dan zijn jullie natuurlijk weer welkom in mijn blog over opmerkelijk nieuws en massapositief nieuws vandaag.